Ik ben Eupa Dat. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik woon nu al 2 jaar in een gastgezin. Ik speel bij de 117 van Groningen. Ik hou graag van voetballen. En ik ben rechtsback. Mijn kwaliteiten zijn vooral opkomen. Ik ben snel en ik maak vaak gebruik van mijn vroege voorzet, waaruit soms goals komen. Ja, nu woon jij hier in een gastgezin. Hoe is dat voor jou? Het was eerst even wennen natuurlijk. Het was een grote stap. Ik ging weg van huis. Ik moest mijn ouders achterlaten, vrienden. Ik ben goed opgevangen ook door de club en door mijn gastgezin. En ja, nu gaat het prima en het is gewoon net zo normaal. Hey Joep in huis, hoe is dat? Nou, daar zijn we al helemaal aan gewend, want hij woont hier al bijna 2 jaar. Of dikke 1,5 jaar, zeg maar. Dus het is eigenlijk, ja, heel gewoon. Ja, hele rustige jongen, gewoon altijd heel relaxed. Merkt nooit echt per se een probleem of zo. Het is altijd gewoon helemaal prima in huis en wel gezellig ook. Nou ja, we spelen nu dus ook even potje FIFA. Nou ja, dat is wel af en toe even leuk als er tijd voor is. Natuurlijk beide wel gewoon druk, maar gewoon waar tijd is, proberen we nog wel eventjes wat leuks te doen. We hebben ons 2 jaar geleden aangemeld. Ja, toen kwam eigenlijk vrij snel, daarna kwam Joep al. Het is zeer gezellig altijd. Ik word altijd goed opgevangen als ik van school kom als ik van voetbal kom. Er is altijd lekker eten. Ja, het is natuurlijk hier heel warm. Iedereen praat met elkaar. Voelt je thuis hier? Ja, zeker, zeker. Dus straks juichen voor... En Joep in het Loerdijkstadion. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Maar goed, het belangrijkste is hè, dat Joep gewoon zijn eigen pad goed kan volgen. En dat wij hem daar zo goed mogelijk bij helpen.